Nienke, hoe is het met die man van de marine? Met de man van de marine gaat het heel erg goed. Ja, ja. Inmiddels zijn we weer doorgegaan met een man van voetbal. Ja, want mijn nieuwe single die gaat namelijk over mijn vriend. Die dan aan het voetballen is. En hij zit altijd in de kantine. En ja, een biertje drinken. Hè? En daar gaat eigenlijk mijn nieuwe single over die over een paar weken uitkomt. De nummers zijn geschreven door je moeder. Hoe raakte ze geïnspireerd met het nummer? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, zij heeft natuurlijk vroeger ook meegemaakt met mijn vader. En het is gewoon heel erg... het spreekt heel veel mensen aan. Want het gebeurt gewoon overal eigenlijk. Ja, het is echt een feestnummer. Mensen kunnen meezingen, meedansen en... ik hoop dat iedereen het leuk vindt. Je album is net uit en hij staat niet op je album. Nee, dat zouden we eigenlijk wel eens doen. Of eerst tenminste een single van het album afpakken. Dus eigenlijk Man van de Marine dus eerst. Omdat ik daar heel veel goede reacties op kreeg. Maar we hadden zoiets van, we hadden eigenlijk al 3 singles ervan afgehaald. En toevallig hadden we deze liggen. En voetbalseizoen kwam er weer aan. Dus het was gewoon te leuk om te laten liggen. Zijn er nog leuke plannen dit najaar? Plannen sowieso. Ja, naast natuurlijk mijn nieuwe single heb ik ook een duet opgenomen met Marco ten Beek. En dat gaat ook heel leuk worden. En dat is eigenlijk een mix tussen feestmuziek of feestrepertoire wat ik eigenlijk doe, of levenslied, en nederpop. Dus het is heel wat anders. Hij is een nederpopzanger. Dus we gaan die twee mengen. En we hebben vandaag opgenomen en dat gaat heel mooi worden.